Ja, heel erg jammer eigenlijk. Ik vanuit mijzelf was eigenlijk heel ongelukkig. Ik begon best gelukkig eigenlijk. En na 3-4 weken was ik geblesseerd. Had ik last van de rug. Vervolgens neus gebroken. Dus ik liep steeds achter de feiten aan. En ja, het is gewoon jammer. We stonden eigenlijk met één voet in de Eurobasket van 2017. Alleen ja, helaas. Is het gewoon heel erg jammer. Ja, het is natuurlijk wel enorm zonde, want ze hebben het onwijs goed gedaan. Ze hebben natuurlijk 2 jaar geleden EK gehaald. Heel zonde dat ze er nu niet bij zijn. Ik hoop dat ze wel die stijgende lijn die ze hebben gepakt, dat ze die voort kunnen zetten. Dat zou mooi zijn. Als ze er nu niet zijn, is het wel heel zonde. Je mist wel een hoop aandacht, wat Nederlands basketbal nodig heeft natuurlijk. Wauw, daar zijn 2 dingen volgens mij. 1, ik vind dat ze het zeker niet slecht gedaan hebben. Het is bij wijze van spreken op die laatste wedstrijd aangekomen. Hè. Langs de andere kant heb ik gezien dat Nederland gegroeid is. En dat de coach daar echt iets van gemaakt heeft. Het is spijtig. Maar langs de andere kant denk ik dat het gewoon is. Het was ook een groep met heel veel jonge spelers. En als je ziet wat dat daaronder staat. En de groep van die jonge spelers. Ik denk dat gewoon de insteek moet zijn om daar verder mee te werken. En dit niet als een mislukte campagne te bekijken. Integendeel, je gaat gewoon voort. En als ik zie welke jongens dat daar gespeeld hebben, en het zijn veel jonge spelers, dan is daar toekomst voor het Nederlands basketbal. En ik denk dat, ja, buiten die ontgoocheling, laat het zeggen, van die laatste wedstrijd, men gewoon moet de neus in dezelfde richting houden en verder werken. Ja, dat is zeker. Hier in de 5 mei-hal is de hal nog steeds oranje, laten we zo zeggen. En het is jammer, maar voor de volgende. Maar dat komt goed. Ik voel dat het Nederlands basketbal een kantelmoment heeft. Een positief kantelmoment. Hè. Als ik de geruchten hoor dat er misschien toch wel weer ploegen zouden bijkomen het volgend jaar. Die geruchten zijn er. Dat men met, ik weet niet hoe men die noemt, maar met de federatie aan het werken is. En bepaalde structuren bij elkaar te brengen. En eigenlijk zou het zo moeten zijn, wij proberen dat in België te doen, om van de nationale ploeg uit, van bovenuit naar onder te werken. En daar één lijn in te krijgen. En ik denk als men dat met de ervaring van de coaches die men hier heeft en de spelers die er rondlopen, dat zeker moet lukken.